genellikle yediklerimize dikkat ediyoruz. Yani susuzluğumu giderecek yiyecekler, gıdalar tüketiyoruz. Hı hı. Bu şekilde önlemler alıyoruz. Ayrıca ya, eğer terlersek vücudumuzu suyla, soğuk suyla yıkayarak bu şekilde tedbirler alıyoruz. Ja, wat we doen natuurlijk is 's nachts als we gaan eten, dat we zorgen dat we toch eten nemen waar we niet al te veel dorst op zullen krijgen. Daar letten we wel op. Zijn er ook nog consequenties als mensen nu toch gaan drinken om deze hitte tegen te gaan? Şimdi orucun ruhuna aykırı olur. Çünkü oruç demek yemeden, içmeden ve eşinden uzak durmadan meydana gelen bir ibadet. Ja. Waar je dus op moet letten is dat je niet eet, niet drinkt en met je vrouw of met je man, hoe je het dan noemt, geen intimiteit, geen relatie hebt, wat je 's nachts wel hebt, zou ik het zo zeggen. Maar zijn er ook nog consequenties als je toch bijvoorbeeld drinkt, omdat je het gewoon echt niet trekt? Stel je werkt in de bouw. Yani zaten dinimizde eğer ağır işlerde çalışan biri varsa, o ağır işlerde çalışan kişi eğer o sağlığı yönünden bir zararı uğrayacaksa, o kimse zaten oruç tutmaz, diğer günlerde orucunu eda eder. Okay. Als het echt zo is dat hij een werksoort heeft waar hij dus door zijn werk dus moet eten en moet drinken, waardoor hij dus eigenlijk zijn werk niet uit kan oefenen, waar hij dus omvalt, niet goed is voor zijn gezondheid, dan is het zo dat hij daarna dus, wanneer het dus, ik zeg maar mooi weer is, goed weer is, waar hij dan wel kan vastzitten, dat hij dan gaat inhalen. Hij moet het dus inhalen. Hoe lang duurt de Ramadan nog? Yani şu 20, bu ay itibariyle 29 gün boyunca tutacağız ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Okay. De Ramadan duurt 29 dagen dit jaar en dat duurt tot 17 juli.